Er zijn in Nederland elk jaar duizenden vrouwen zoals Beatrice die de diagnose borstkanker krijgen. Maar weinigen schrijven hun ervaringen op met de bedoeling het te publiceren. Beatrice deed het wel. Het is een ongewoon boek geworden over een intensieve periode. Aan de hand van wandkleden van patchwork die ze maakte om uiting te kunnen geven aan haar gevoel, vertelt ze haar verhaal. Also deze doek, hier begon het allemaal mee. Hier hoorde ik de diagnose, ja, ik heb een kwaadaardige aandoening aan mijn borst. En ja, dan ineens sta je midden in een storm. Ja, en het liefst, ja. Ik voelde helemaal niks toen ik was net alsof in een film op pauze werd gedrukt. Ik voelde niks, ik zag niks, ik stond daar gewoon. En mijn leven was van het ene moment naar het andere helemaal op zijn kop gezet. Nadat in 1999 de diagnose was gesteld, kreeg ze al snel een borstbehoudende operatie en er volgden bestralingen. Ze had geluk en werd kankervrij verklaard, maar daarmee voelde ze zich nog niet beter. Ik bouwde een heel vieze grote muur om me heen op en die moest ik eerst gaan afbreken voordat ik verder kon. En dit is een muur van 5 meter en 70 lang. En hier zitten al mijn emoties erin die er echt uitkwamen. Dus, want wat hebben we hier bijvoorbeeld? Nou, nummer 2 was mijn werk. Ik had een heel goede baan en ik liep altijd door als een Zwitsers uurwerk. Maar ik ging heel vaak over mijn grenzen heen. Ik durfde geen nee te zeggen. Maar uiteindelijk moest ik ook gewoon leren nee zeggen. Mijn gezondheid kon er niet aan. En dat was een hele grote stap voor mij om nee te durven zeggen. Beatrice heeft een heleboel lotgenoten die iets soortgelijks doormaken en daar allemaal op hun manier mee om moeten leren gaan. Het is bij vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt het en het neemt al jaren gestaag toe. Op dit moment sterven er in ons land 3500 vrouwen per jaar aan. Beatrice besloot een tentoonstelling en een boek samen te stellen om met lotgenoten te kunnen delen op wat voor manier ze kanker een plaats heeft kunnen geven in haar leven. Het is ook een heel bijzonder moment, maar toch wil ik eerlijk naar buiten zijn. En eigenlijk ook de moed geven aan andere lotgenoten. Je gevoelens, verberg ze niet, laat ze toe. Misschien niet gelijk zo in het openbaar als ik zelf nu doe, maar iedereen moet dezelfde weg in vinden en hoe ver ze willen gaan.